Goedemiddag allemaal. Welkom bij Plein Publiek. Plein Publiek is een wekelijkse serie in de Bali. We doen elke week op vrijdag een interview hier in de Pleinzaal. We zitten hier in een kunstwerk van Barbara Broekman. Dat zijn die tapijten achter mij. We kijken uit op het Leidseplein. En elke week gaat een programmamaker, in dit geval ik ben Marlijn Geurts, in gesprek met een interessante, inspirerende maker. Dit is de laatste aflevering voor de zomerstop. Dus ik dacht, we gaan iets bijzonders doen. We vragen niet één maker, we vragen er gewoon twee. Dus ik heb een makersduo naast me zitten. En Ryan Odiber en Annelidia Wever. Welkom. Mag er een applausje komen? Dank je wel. En ook voor de mensen die thuis meekijken, ik zal ze even goed introduceren. Ryan Odiber is filmmaker, beeldend kunstenaar. Geboren op Aruba, ging op jonge leeftijd naar Nederland. Heb je aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht gestudeerd. Aan de Zandberg Instituut gestudeerd. En je werk, dat zijn installaties, dat zijn films, dat zijn performances. Gaan we het zo uitgebreid over hebben. Die heb je eigenlijk over de hele wereld al gepresenteerd. Ook in Nederland. En Annelidia Wever is jouw partner, zowel een kunstenaarspartner als liefdespartner. Ik kan jou performer noemen, choreograaf, producent, beeldend kunstenaar. En dan denk ik dat ik nog heel veel titels mis. Een beetje een alleskunstenaar zou ik je kunnen noemen. Je groeide ook op Aruba. Je studeerde dans en theater aan de Boston Conservatory in de US. Eigenlijk presenteerde je je werk ook in allerlei vormen. Dus daar gaan we het ook nog uitgebreid over hebben. Internationaal, maar ik denk ook met een focus veel op Cuba en Aruba. Als ik het zo goed zeg. En jullie wonen en werken sinds 5 jaar in Nederland. Maar jullie leerden elkaar kennen op Aruba. En ik dacht, Ryan, wanneer hebben jullie elkaar ontmoet? Wel, denk ik, dat is een tijdje geleden al. Een tijdje geleden hebben we het dan over 20 jaar. Nou ja, voor 2000 zeker. Het was, ik weet nog. Ik herinner me niet zo goed. Ik denk van wel, maar een beetje heel van afstand. Ja, we werken. Alle naar zijn werk, zijn motivatie, hij is echt heel, hij was altijd heel druk geweest. Niet alleen maar op Aruba, sorry dat ik je interrupt. Maar ik zag hem naar Nederland, Aruba, dus hij was. Ja. Jullie hadden elkaar al een beetje op het oog, gewoon zo af en toe. Ja, alleen maar kijken. Ja. Ja. Ze zegt dat ik heel druk hoe zeg je dat? Ver van mooi van ver, je weet het nog niet. Nee, dat, volgens mij was het inderdaad een interventie op de Schouwburg van Aruba. Verbouwd. Ja. En toen mocht alles. En toen werd daar ook inderdaad heel veel gedaan. En zij had daar ook optreden. En ik had ook een ruimte waar ik projecties in deed. En het was inderdaad van. Ze liep daar rond en druk. En ze marcheerde als een bezetene. En kijk, ik ga niet uitgebreid over jullie liefdesrelatie praten, want dat is privé. Maar ik dacht. The rest is history. Wanneer werd je verliefd op haar als kunstenaar? Kun je herinneren wat het eerste werk was wat je van haar zag? Nou, inderdaad, performance en dans. Ze was bezig met een stil leven. Toen voor koningin Beatrix, die op visite was. En ik werd verliefd omdat zij zo bezeten was met de kunst. En ze liet zich niet afwijzen of hoe heet dat? Afwijken van haar doel. Hield vast aan haar pad. Ja. En voor jou? Andersom, weet je dat nog? Het eerste keer dat je iets van zijn werk zag? Ik heb zijn werk gezien bij de Eterno. Dat was een studio op Aruba. Mm-hmm. En met Elvis Lopez, Osaira Muñale, Glenda Heiliger, een groep, Alida Martinez. Wij noemen ze de pioniers van contemporary art op de eiland. Dat zijn ook allemaal kunstenaars waar jij mee werkt. Ja. Ook voor jouw tijd, voor ons tijd. En ik heb zijn werk daar gezien. En ook op in Casa Cultura, de interventie. Maar de eerste keer was daar bij Eterno, toen ik de opening moest presenteren op straat. En ik werd gevraagd door Renwick Geronimo, je neef, om van de straat te glijden op de vloer helemaal naar binnen. En ik heb, dat was een van de eerste keer dat ik hem zag. En ik weet het niet, het was heel lang geleden hoor. Ja. Nee, ja.
Maar dat was een stoel dus? Ja. Nee, dat was gewoon kruipen op de vloer van de straat naar binnen. Jullie hebben, gaat over de inspiratie in elkaars werk. En jullie hebben eigenlijk best wel een hele andere achtergrond als kunstenaars. Want jij komt echt uit de dans- en theaterperformance. En jij komt veel meer uit grafisch, visual design. Na een tijdje gingen jullie samenwerken. Wat is dan het gemeenschappelijke in jullie werk? Of hoe bracht je dat samen? Want het zijn best wel andere disciplines. Of andere studies waar je vandaan komt. Ja, ik denk dat dat juist het... dat vanzelfsprekend ging. Ik was inderdaad veel bezig met found objects, met installaties, video art. Zij was natuurlijk heel erg bezig met performance, beweging, het lichaam, spiritualiteit. En omdat ik was net klaar met Sandberg. En dat is allemaal best wel rationeel wat hier gebeurt. Dus als je terugstapt naar de eilanden of een andere geografie, in dit geval Caribisch gebied, dan merk je dat dat wel heel anders gaat. Mm-hmm. En dus die shock van het hier zijn of hier naar een opleiding heb gevolgd, dat komt hard aan als je teruggaat. En ik vond dat wel een mooie balans teweegbracht. Ik was goed in techniek en film maken. En zij was goed in juist om het om de emotie en cinematografische misschien meer naar voren te brengen. Narratieven meer. Ja, ik denk wat je net zegt is... ik heb om erbij te zetten, ik heb in de Boston Conservatory dans 2 jaar, muziektheater 2 jaar, daarna dans 2 jaar, dan was ik naar New York, was ik bij de Elton Ailey Dance Company School een independent study gedaan voor 2,5 jaar, ook bij de Harvard acteren, zang ook heb ik ook gestudeerd, en toen was ik in 2004 terug naar Aruba. Mijn moeder heeft een dansschool, mijn zus is ook danseres, dus het is een familie dansschool. En 2004, vanaf daar tot 2018 heb ik lesgegeven, gewerkt en heel veel projecten samen gedaan. Dus eigenlijk, ik ben daar begonnen met een platform voor multidisciplinaire danstheaterproducties met art performances. Met voor het schrijven van aanvragen en alles doen. Van een piano te duwen en lichtplan. Dus dat hebben we altijd samen gedaan. Dus dat was altijd zo'n... Hij kan heel goed schrijven. En ik kan ook erbij meer denken. En dus het werd altijd zo'n geheel. En het werkte altijd. En wat ik ook heel mooi vind is dat... Ryan heeft een heel... Ik begrijp heel goed wat hij ziet. Soms vind ik het op een gegeven moment wel. Maar wat gek, want we zijn wel 2 verschillende personen. Maar we complementeren elkaar. Dus het werk, het komt naar me toe. Naar elkaar toe. Dus dat is door de jaren heen ook door onze samenwerking met heel veel beeldende kunstenaars en choreografen en... Dat heeft ook ons heel veel gegeven. Dus met niet alleen maar ervaringen, maar ook heel veel challenges. Dus heel veel om communicatie. Ook hoe je met elkaar omgaat. En hoe je met elkaars werk samenwerkt. En hoe geef je dat een plek? Ja. Dus. Het is ook heel moeilijk hoor, vanuit zo'n Arabaans of Antilliaans perspectief om producties op poten te zetten. Want je hebt, er werd dat net gezegd, je budgetteert eigenlijk altijd veel te weinig omdat de budgetten gewoon niet bestaan. Ja. En het is pas iets van 5 tot 10 jaar geleden dat wij echt gewoon fondsen kunnen jagen in Nederland. Dus het was altijd lokale fondsen Dus inderdaad, je bent in petje gewoon, het is gewoon een festival van petjes op je hoofd. En dus dat maakt ook dat je dus heel bewust moet kiezen om samen te werken. Ja. En
hebt dus eigenlijk een soort netwerk om je heen nodig om met elkaar die kunst neer te kunnen anders, zetten. Anders lukt het niet. Nee. Ja. Dus op een gegeven moment doe je alles. En word je wel heel creatief van. Ook al En stress. Niet over budget hebben, want stress. Heel erg stress. Ja. Ja, maar dat maakt het ook heel fuerte. No? Dat maakt het ook heel sterk. Ja. En ook word je ambitieuzer elke keer. Ja. We hebben altijd, hij heeft zijn eigen visie, ik heb mijn eigen visie. Maar we praten, we dromen heel veel. En we willen dit bereiken, we willen dat bereiken. En ook onze kinderen zijn een hele grote inspiratiebron voor ons. De grote, Gael, Rai, van Ryan en ik. En ze hebben ook ons heel veel geleerd. We hebben ook van hun ook heel veel geleerd als ouders, als kunstenaars. En ook als familie. En ook wat doe je ermee? We zijn kunstenaars die een familie hebben. En kinderen, hoe ga je ermee om? Hoe werk je? Hoe ontstaat die projecten? Hoeveel tijd heb je? Dus dat is iets dat ik ook heel on a hard way had geleerd. Ik ben blij dat je moeder, je vader, je moeder, mijn moeder ons had geholpen op Aruba. Hier zijn we alleen. Ja. De kinderen zijn ouder. Maar waarom zeg ik dit? Want in de kunstwereld, een vrouw, een artiest, een kunstenaar, als je kinderen hebt, dan wordt het niet zo vaak door de vingers gekeken. En dus dat vind ik ook nu. Om kunstenaar te zijn, bedoel als je? Als kunstenaar te zijn. Dus het is dubbel werk. En I feel sometimes like a superwoman. En word ik echt... Hoe gaan we dit doen? Maar het lukt. Want dan ben ik wel benieuwd. Jullie schetsen een beeld van een eiland waar een enorme creatieve scene heerst. Maar waar het ook hard werken is om te maken wat je gaat maken. Dan besluiten jullie 5 jaar geleden om naar Nederland te gaan. Voel je dan hier een soort vrijheid om hier die kunst te maken? Of... was dat misschien net zo hard als toen jij van Nederland terug naar Aruba ging? Nou, dat is een hele goeie. Ja. Dat is steeds als je van plek verandert, begin je praktisch van scratch. Ja. Ja. Dus dat is wel dat is altijd heel moeilijk. Gewoon niet alleen een soort culturele shock, maar ook gewoon je netwerk die opeens ophoudt te bestaan. Want niet je hele netwerk verhuist mee. Elke keer. Ja. Weer. En dus dat, het was ook een bewuste keuze om terug te komen. Wij vonden dat op een of andere manier de tijd daarvoor was. Mm-hmm. We hadden natuurlijk heel veel gereisd in het Caribisch gebied en heel veel gedaan. Je hebt het gevoel ook dat je hier meer zou kunnen bereiken. Dat je een beetje uitgespeeld was, zeg ik het zo goed? Misschien uitgespeeld, zeker uitgespeeld. Ja. En je kijkt natuurlijk naar Europa of naar Nederland als een plek waar wel meer mogelijkheden zijn. Mm-hmm. En dan als je hier bent, dan is het echt van scratch. En het is dan niet de hele ervaring of een hele avontuur om hier naartoe te verhuizen, wat ongelooflijk moeilijk is. Je kan je niet inschrijven uit Aruba. Niet uit Utrecht, dan wil je in Amsterdam wonen en dan schrijf je in ergens. Nee, dat gaat gewoon niet. Het is bizar. We zijn hetzelfde koninkrijk, maar het is heel ingewikkeld. We hebben hetzelfde paspoort. Ja, maar het is heel scheef. Nee. Dus er zijn heel veel drempels. En dus aan de ene kant... als je hier genoeg of bent geweest, dan heb je wel een soort mini-netwerk. Het belangrijkste netwerk was gewoon huisvesting. Ja. En daarna is het gewoon werk vinden. En daarna is het inderdaad overleven. En nu eigenlijk een beetje bij de kunst weer beland. Goed, heel goed. We gaan even naar kunst kijken. Want ik denk dat het heel belangrijk voor mensen en kijkers thuis ook om te zien wat jullie maken. En dan wil ik eigenlijk toch even beginnen met het meest recente project. Want ik denk, dat is nu te zien. Het is in het Textielmuseum. Dan vraag ik even aan techniek of die slide 15 op wil zetten. Want dan zien we, als het goed is, zien jullie wat. Het heet Dilanti di Biento. Wat betekent dat? Voor de wind. Ja. Voor de wind, ja. Voor de wind gaan. En het is een beetje met blik op de toekomst. Het idee, ook de winden van... van een Noordoostpassaat, het ook een beetje verwijst naar het koloniaal verleden. Zijn jullie gevraagd door het Textielmuseum om iets te maken? Of, ja. Of, ja? Ja. En wat was de opdracht?
Nou, het ging inderdaad over diversiteit, inclusie. En wij werden gespot of gevraagd vanuit een gastcurator, Shareli Emanuelson. Die heeft Arbaanse en Curaçaose roots. En zo zijn we daar beland. Vorig jaar. Dat is een heel lang traject geweest. Ja, heel lang. We kijken naar jou. En waar kijken we naar, als ik het aan jou vraag? Ik denk, kijken we naar draden, lagen, kleuren, textuur. En prikkels naar wat eigenlijk leef je voor? Wat wil je ademen? Wat kijk je naar? Wat geef je leven? Wat geef je energie? Wat geef je vrede, liefde en ook connectie? Dat vind ik ook heel mooi, want eigenlijk, we komen van een eiland, Aruba, en we komen ook hier naartoe, naar Nederland. Het is ook een eiland eigenlijk die nu tot een land is. Het is een land, het is water. Het staat boven ander water. Dus dat heb ik in mijn achterhoofd bewaard. In de sens van, want ik vond het heel moeilijk om hier te aarden. In eerste instantie vond ik het echt moeilijk. En de kou. En ik had ook bijna 7 jaar in Amerika gewoond, maar dus dat was ook heel anders. En ook heel divers. En andere taal, andere mensen. Maar het is wel ook, New York is als hier Amsterdam. Maar ook heel anders. Maar het laat me ook denken aan hoe ik me voel tegenover mijn eiland. Wat ik zie, wat ik ook met me meen. Dat wij hier naartoe hebben meegenomen. Ja. En wat is dat? Als je dat is heel moeilijk natuurlijk om te vragen. Het is moeilijk. Maar er zitten allemaal details in die jurk die allemaal kleine deeltjes van dat verhaal zijn. Ja. Kun je misschien eentje uitlichten of vertellen wat voor details in die jurk of in dat kostuum verweven zijn? Ik denk, wij als Arubanen, als kunstenaars, als energie, als mens, dat wij hier zijn. Is dat ook al heel veel als Arubaan, als wat wij vanuit Aruba naar hier toe hebben meegebracht. Ik vind het zo fijn, want bijvoorbeeld er zijn ook werken die we al best wel, die al een tijdje al gemaakt zijn, waren. Die nu hier voor nu heel nieuw zijn. En voor ons zijn, we zijn al zo lang bezig met het kolonialisme, met DNA, met Aruba, met lagen, met zoveel familie verhalen. En ook hoe wij ons hier voelen. Het was best wel moeilijk, zei ik net, om te aarden. En elke keer wilde ik mijn bagage zeggen, Ryan, kom, we gaan terug naar huis. Het werkt niet. En ik zeg ook dat toen we hier landen, kwamen met ons bagage, met ons kinderen, alles hier naartoe. En een mooie lange cv met heel veel gedaan. Maar ik heb ook elke keer gehoord, wat kan ik voor jou betekenen? Ik vind het woord, ik vind het heel mooi. Wat kan ik voor jou betekenen? Maar aan het einde van de dag was er niks. Nothing happened. I kept without answers and without help. En ik heb een paar keer gesolliciteerd, Ryan ook, en ik kreeg geen antwoord. Ik kreeg geen antwoord van een dansscholen of van. En ik werd heel erg bedroefd. En het maakte me heel ook, moet ik zeggen, depressief. Ja. En ik zei, weet je, wat moet ik ermee doen? Hoe ga ik nu verder? Dus dit werk eigenlijk bestaat. Hoe we naar hier toe zijn gekomen. Dus de hangmat is een manier, het is een soort boot die ons hier heeft gevaren, naar hier toe. Ook. Ze draagt een hangmat, dat zijn de uiteinden van de hangmat. En dus daar inderdaad daarop gebaseerd. Je kan het eigenlijk zien als een talisman, een ene grote
talisman muziek die muziek maakt en die de ervaring of de journey eigenlijk vertelt. Dus je hebt heel veel kleine objecten zoals schelpen. Je hebt dat hartje was gemaakt van suiker, melk en suiker. Dat ja. is een Dulce de leche. Dulce de leche is een Spaans Caribisch zoetigheid. Ja. Mm-hmm. Oers natuurlijk, omdat het gewoon een melkproduct is. Maar wel gebruikt nu tijdens heilige communie. Trouwerij, dat is een heel christelijk identiteit eigenlijk van de eilanden. En nou ja, daar hangt natuurlijk ook een machismo omheen. En zoals de Spanjaarden Aruba benoemden, en de eilanden, de Islas de los Inútiles, de nutteloze eilanden. Dus staan de eilanden erin. Daarnaast ook wel leuk, de Islas de los Gigantes, dus de eiland van de giganten. Nou, die waren heel snel weer weg. Dus je merkt ook die lagen inderdaad, wat Elie over had, zijn die lagen vanuit de verschillende culturen, verschillende. Eigenlijk een beetje wat zo'n land eigenlijk meemaakt in de loop der tijden. Ik bedoel, dit is ook. Amsterdam maakt natuurlijk heel veel mee. En zo vergeten we eigenlijk heel vaak waar. Wat hier eigenlijk gebeurde, welke stam we eigenlijk behoorden heel lang geleden. En dus dit is een beetje een manifest naar kijk eens goed ook naar jezelf. We worden heel vaak gevraagd van, joh, steeds weer met die DNA, steeds weer met de identiteit. Ja. Weet je wel? Ik vind het heel frappant als men dat aan ons vraagt. En ik, ja, maar weet je dan wel waar jij dan, tot welke tribe jij behoort dan? Doe eens, aanwijzen. Okay. En dat is gek. Dus dit is een beetje een, inderdaad een. En hij draait staat op een pop. Er zijn sensors. Als je in de buurt komt, dan stopt hij. Als je wegloopt, dan draait hij iets harder. En deze film draait daarnaast. Yeah. Dus en dan draait ook een andere. Videoart van ons die we ook jullie kiezen ervoor, want het Textielmuseum vraagt om iets te maken. Je had natuurlijk de jurk ook kunnen maken zonder dat het bewoog of zonder dat je performance bij doet. En als ik naar al jullie werk kijk, zit die beweging en dat fysieke van het lichaam zit er eigenlijk altijd in. Wat voor laag breng je daarmee? Of waarom kies je voor zo'n vorm? Ik denk dat jullie performance zouden noemen. Ja. Waarom kies je daarvoor? Wat voegt dat aan jullie verhaal toe eigenlijk? Ik zeg altijd, kunst komt van, het kan van overal komen, maar bij ons, ja, mij als ik beweeg, me dans, het is niet alleen maar dans. Het is ook niet alleen maar passie, expressie, maar het komt van een heel diepe, een inhibited place. En het is altijd heel, zeg dat honest, het is heel, heel... Een eerlijk? Heel eerlijk. Of, ja. En het moet altijd in een gevoel, of course in een term van het gevoel, maar gewoon iemand anders laten voelen. Beweging is... Ja, het lichaam is het instrument, maar het blijft niet daar. Het wordt een soort driedimensioneel werk. Dus het gaat bewegen. Het moet bewegen. Waarom zeg ik het moet? Toen we eigenlijk die opdracht hadden gekregen, kwam het meteen in mijn gedachten. Ik zei, Ryan, ja, met jouw hangmatten en met de rokken, want ik ben eigenlijk door mijn moeder, ze is al heel lang bezig met folklore en dans, Aparuba. Ze heeft net 55 jaar jubileum gevierd. Nog steeds geeft ze kleine kinderen van 4 naar dans haar hele leven. En dat is ook mijn inspiratie, wat ik ook heel belangrijk vind in mijn werk. Wat mij, it's also part of our ancestors. Mijn grootmoeder was ook naaister. Ze was ook designer. Ze heeft ons heel veel geleerd. Macramé. En ze heeft al die mooie, grote, traditionele Arubaanse jurken gemaakt. Dus
Ik ben altijd opgegroeid in al die mooie jurken en die jutten. En die jutten en weet je, dus dat draag ik. Dat heb ik in me. In mij. En een paar jaren geleden was mijn grootvader was overleden. Zij was overleden. En ik werd heel erg bedroefd. En ik zei, ja, je denkt nooit dat je ouders of je grootouders weg een keertje zullen gaan. Weet je, dat ze niet meer zijn. En ik zei, ze moeten blijven bestaan. Ze moeten blijven. En dat geef je eigenlijk door, dat verhaal, ja. Al die... Ja. Ja. En een soort, zeg ik het goed, als je bijna zegt, als je er een... Als het beweging is, als het lichaam is, dan stop ik een soort ziel in. Of iets wat die ander herkent. Ja, je geeft het mee. Ja. Ja. Nou, bijvoorbeeld de moeder die op Aruba, die heeft een walk-in closet met honderden kostuums. En dat het werk die naast, zeg maar, in Tilburg hangt. Ja. Daar heeft zij 74 kostuums aangehad. Mm-hmm. En dan in een beweging, een ritme. Dat hebben we dus gefilmd en hebben we dat over elkaar gezet. Ja. Dus het begin van met één. En dit is de tumba. Ja. Dat is ook een soort... 1, 2, 3 en draai. Ja, dat is ook een beetje het Europees. Gecombineerd met Afrikaans en inheems muziek. Hè, die maten en instrumenten. En dus dat... Maar de tumba betekent ook gewoon mijn graf. Ja. In het Spaans. Dus ik merk wel dat zij wel heel vaak of heel veel bezig zijn geweest met het theater. Hè? Mm. Dat het theatrale van het leven, dat een kostuum, dat is toch wel een vorm van jezelf beschermen of jezelf willen portretteren in een andere vorm. En omringt steeds de tijd met kostuums. Nou ja, hier zie je ook, dat is ook weer het carnaval. Dat is ook weer zo'n moment van jezelf, Bacchus, jezelf willen uitsluiten. Of even iets anders zijn dan het mag. Dus ja, dat komt er heel vaak terug. En een paar dingen die jullie zeiden, want het is heel duidelijk door alle verhalen die jullie vertellen dat er een enorme rijke traditie is, een hele lange traditie waar je in staat, waar je een soort ode aan wil brengen, wat je door wil geven met jullie werk. En je zei ook, toen ik hier studeerde, toen vond ik de kunst heel rationeel. Dus dan brengen jullie hier een werk met een enorme rijke traditie, terwijl die traditie hier nog helemaal niet zo is. En een enorme sensitiviteit, terwijl je eigenlijk de kunstwereld hier misschien best wel rationeel is in jullie ogen. Hoe hoop je dat dit overkomt? Wat brengt jullie werk hier, denk je? Ik denk dat we heel echt voel ik nu dat nu dat ik al die werken had gezien samen, de laatste werken, je voelt dat je alles wil meebrengen naar hier toe. Zodat de mensen niet alleen maar denken, Aruba is een mooi eiland, lekker weer, het is zonnig, wit zand, wit strand, heerlijk, ga ik zitten. Maar it's not about that. It's about, er is zoveel meer. En ik wil echt laten weten dat de Nederlanders kennen de Arubanen niet. Ze weten niet hoe ze denken, ze weten niet hoe ze kunnen zijn, wie ze kunnen zijn en wat ze kunnen geven, hoe we met elkaar hier in harmonie kunnen leven. Op Aruba is het ook, we zijn ook heel divers, multicultureel. We wonen al 500 jaar, I don't know, long, so long, met elkaar. So, mijn ouders, mijn grootmoeder, mijn familie met Indonees, Chinees, Colombiaans, mijn grootmoeder, mijn grootvader, mijn andere kant. Dus het is normaal. Het is zo in harmony dat je dat niet eens denkt aan discriminatie. Of weet je, it's just part of who we are. En wat het mooiste is dat toen we die DNA hadden gedaan. Want dat heb je gedaan voor dit werk of heb je dat eerder? We hebben het in 2019 gedaan. We waren al bezig. Sinds 2015 was het begonnen. En met Atropicaal en toen we in de Biennale van Cuba hadden gepresenteerd. We waren aan het zoeken.
En toen we... ik probeer te verduidelijken hoor. Het zoeken naar wie jullie waren, ja, eigenlijk. Ja, 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 onze identiteit. Identiteit is, ja, is een hele aparte kwestie in dit, in dit verhaal. Want, en dat hoor je steeds vaker ook, vanuit zo'n inslag van hoe ga je om met slavernijverleden. En op Aruba speelde in die tijd natuurlijk een hele andere rol tegenover Curaçao bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dat was heel duidelijk. Je had segregatie, dus je had je hier aan de ene kant had je de blanken, of dat, en aan de andere kant had je de Afrikanen. En op Aruba, omdat later pas, zeg maar, dat je officieel daar kon zijn, werd het altijd gebruikt als een buffereiland. Er werd handel gedreven en waren inheemse in herendiensten. En de lokalen die hadden natuurlijk ook slaven. Geen plantage, het was een droog eiland. Een droog eiland, ja. Dus het was een hele andere samenleving. En omdat je weinig vrouwen had, had je heel snel dat slaveneigenaren en kinderen kregen met inheemse en ook met de slaven. En daarom zie je... Even tussendoor, waarom waren er weinig vrouwen? Goeie. Het is heel droog. Nee. Ja, goed, maar het is ook een Surinaams fenomeen natuurlijk. Wat je, dus de Mestiërs, de Castiërs. Dat is ook een hele gekke laag wat je dan in een samenleving krijgt van een soort blankenisering. Hè, dat een andere kleur krijgt en lagen ook in de qua status krijgt. En het is laatst, dus niet lang geleden, dat de Arubanen dat hadden ontkend dat ze slaven waren op Aruba. En daarom, dat maakt het ook heel moeilijk om daarover te praten überhaupt. En ook alles over hetzelfde kamp te scheren. Ook vanuit een instantie bedenken dat je met dezelfde, op dezelfde manier om kan gaan met de slavernij verleden van alle eilanden of mm-hmm, van het oosten, westen. En die, waarom is de slavernijgeschiedenis die er dan wel was op Aruba, maar die dus afweek van bijvoorbeeld Suriname of Curaçao, waarom is dat zo lang niet verteld? Of waarom zat dat niet in het geheugen van mensen dan? Dat is een hele goeie. Dat is een hele goeie. Dat is ook een bekend fenomeen. Dat generaties willen onderdrukken. Die willen daar niet meer bezig zijn. Want het is een schande. Dat gevoel wil je natuurlijk verbannen. Je bent het niet meer eens. Het bestond niet? Nou ja, het bestond wel. Het bestond wel, maar niet zo hard. En, maar het wel of niet bestaan, dat is gewoon een gekke formulatie. Want ja, het heeft gewoon bestaan. En als je nou een huisslaaf was of een plantage sluit, dan steeds ben je gewoon onderdanig. En ben je, dat was zeker cru. En ook een fenomeen wat je op Aruba had, was bijvoorbeeld dat de inheemse ook... op een gegeven moment kreeg je de inheemse, want je mocht niet officieel inschrijven tot 1850. En dus men woonde gewoon daar. En dat was niet officieel. En het was een manege. Niet officieel als inwoner. Ja, het was gewoon één grote manege waar inheemse Afrikanen... Zelfs inheemse hadden Afrikaanse slaven. En die hadden ook rode slaven. En het was één groot... Daarom een bufferzone ook. Mm-hmm. Want het was toch gewoon niet duidelijk hoe dat ging. En... Dus dat blijft natuurlijk heel, heel ingewikkeld. Ook, ik denk dat daarom ook de identiteitskwestie heel erg een terugkomt in ons werk. Omdat het gewoon niet duidelijk is. En voor zich gisteren was het dus vanuit Archief NL en Archivo Aruba. Kun je eerst zoeken op je achternaam. En dan kun je dus vinden, en dat was dus niet zo, op andere eilanden wel. Het is weer... een machtspositie, of in ieder geval... maar dus je kan nu gewoon helemaal teruggaan en kijken waar je achteraan en of je wel het vanuit de slavenregister weer jezelf terug kan vinden. En dat is gewoon een mokerslag natuurlijk wat nu gebeurt. Omdat dat ontkenning was natuurlijk nog tot voor kort. Ja. Of ontkenning, a lack of information misschien, of verdringend. En toen zijn jullie voor dit werk zelf die DNA-testen gaan doen. Was dat voor jullie ook een mokerslag? Om dat te doen, om te ontdekken? Nou, ze hadden bijvoorbeeld een steekproef gedaan. En er was 1/3 Afrikaan, 1/3 inheems, 1/3
Europees. En bij mij kwam de helft Europees, tenminste Noord-Europees bijvoorbeeld, maar weer 12-20% inheems. Dan heb je Noord-Afrikaans, dan heb je Iberisch en dan heb je Joods. En dat zijn, weet je, Afrikaans. En dat denk je, ja, ik word ook heel vaak als Noord-Afrikaan gezien. Mm-hmm. En dat zijn natuurlijk vragen die steeds weer van, ja, waar komt het vandaan? En bij jou was het nog bizarder. Want? Ja, ja, het was heel bizar. Ik ben blij dat ik het weet. Ik ben blij dat ik het van mijn gevoel al wist. Maar het is een bevestiging van, ja, iets wat je eigenlijk weet. Het is een bevestiging. Ik ben heel trots erop. Je hoeft niet alle details te geven, maar is het, waren het heel veel achtergronden bij elkaar? Heel veel, heel veel. Van inheems, 25%. Ik ben 13% Nigeriaans. Ik ben uit Spanje, Turkije, Oekraïne. Sri Lanka. Wat ook bizar was. Ja. En, dus dat maakt het wel heel spannend, omdat je dan... Dat is ook een beetje dat verleden die rare sprongen maakt. Want Sri Lanka, Nederlands Antillen, dat heb je dus vanuit Suriname, heb je dat. Na de afschaffing had je dus heel veel gastarbeiders. Ja. Nou ja, de inheemse, of de Sri Lankese of de Hindustanen, die waren meer vanuit een Britse kolonie waar ze natuurlijk gekomen. En dat dat zo'n DNA terechtkomt op Aruba en niet vanuit Suriname, dat is best wel uniek. Ja. En nou ja, misschien nog maar tekort aan vrouwen. Ja, ik denk dat dat een dat heeft een verhaal. Ja. Het is die Sri Lanka is ook een nieuw stuk van mijn leven, dat ik het nu weet. En ook voor de familie. En ik eigenlijk moet ik wel zeggen dat ik dat we ongeveer 3,5 jaar die stipendium had. We hebben de stipendium ontvangen van Mondriaan Fonds. En dat was eigenlijk, that's part of the concept die ik had ingediend. Ja. En eigenlijk ben ik ermee al best wel lang bezig. Maar ik denk wel dat ik eigenlijk nu, dus eigenlijk een jaar nu dat het begonnen is. Dus het concept te leven en te begrijpen en nu te gaan uitvoeren. En ik denk ieder kunstenaar werkt anders. En ik denk ook van verschillende manieren, van buiten naar binnen, binnen naar buiten. En dat maakt het ook heel apart en heel uniek. En ik wil wel vertellen dat wat wij samen meemaken als duo, als kunstenaars, als partners en ouders, maakt het een heel mooi geheel. Ja. Dus we praten heel veel, we discussiëren ook heel veel, we botsen ook heel veel tegen elkaar. Dat vind ik ook heel goed. Hij is heel streng. Hij is curator. We hebben toch een beetje over hun relatie. Oh my god, ik word er soms gek van. Maar ik vind het goed hoor. Ik vind het goed. Want dat brengt balans, ook balans. Maar het complimenteert. Hij zegt, ja, wat vind je ervan? Ik vind het, dat is de kitsch. En dat, goed. Maar het komt tot we komen naar elkaar toe. En het gebeurt. Ja. En het mooiste is dat... wat ik heel fijn vind, ik ben heel spontaan, heel impulsief in mijn werk. Dus I want to do something, I'm going to do it now. So dat. En dan niet altijd schrijven of niet in een studio. Nee, ik heb geen tijd. Ik heb kinderen, ik moet eten maken, ik moet dit. Dus ja, dus zo is het altijd geweest. En ik denk het zal zijn. Maar ik denk dat dat nu, dat we hier nu zijn, dat we al die werk hadden gedaan zonder naar de toekomst te kijken. En bijvoorbeeld de collaboratie ook met Felix de Rooy, die in het Stedelijk Museum staat. In Felix de Rooy, Apocalyps. Mujer Frida, de 7 archetypen van Frida Kahlo. Dat was 11 jaar geleden.
gemaakt. Zonder, en dat zit nu in de expositie. Ja, dat is zonder budget. Hebben we gewoon Felix de Rooij naar Aruba gehaald. Een maand hebben we lekker gekookt. Gewoon was een prachtig een maand. Gewoon samenwerken, samen zitten, samen lachen. En gefilmd. Gewoon heel spontaan. Kom, we gaan hier, we gaan daar. En dat was een heel intensief, maar heel mooi. En ik was 4 maanden, 5 maanden zwanger van de kleinste. En dat was ook, ik denk, een heel mooie inspiratiebron. En daarna, na die film, kreeg ik... Ja, ik ben zwanger. Maar dat was ook... Ik denk, het leven, de energie die wij als... En de kracht die wij krijgen van elkaar. En wat we maken, maakt het heel uniek. En maakt het heel uniek, bijzonder, maar ook heel... Fuerte, heel sterk. Dat je dat niet eigenlijk ziet als... Het kan een beetje chockerend zijn of een beetje vooruitstrevend. En dat zegt men. Maar ja, je leeft erin. Ja. Je weet het niet. Je bent in ieder geval echt bewust. En je zei net, want het is een film die is 7 jaar geleden. Die zit nu in een expositie. Zijn een paar keer, het voelt net alsof de tijd een beetje nu is. Het is, weet je, dat gaat nu beginnen. Als je probeert uit te leggen, wat is er dan gebeurd in misschien de Nederlandse kunstwereld of misschien in Nederland, dat dit het moment is? Dat je denkt, nu is er misschien die hele traditie die we hebben, de hele waar we al zo lang aan het werken bent, dat valt nu hier. Ja, dat is een hele goeie. Ik denk dat ook dat de samenleving op een of andere manier door shocks zich open is gaan staan van Amerikaanse gebeurtenissen, discriminatie, Nederlandse taferelen vanuit het systeem zelf, heeft toegebracht dat er nu anders naar gekeken wordt. En ik heb gemerkt dat we hebben het vaak inderdaad over dat het heel anders is. Wat ik heb meegemaakt toen ik hier studeerde of bezig met kunst. Hoe het nu gaat, dat is natuurlijk heel opvallend. En ik hoop dat het ook niet een tijdelijk iets is. Nee. Dat dat zeker geen punt is, ook geen komma. Maar dat het wel iets is dat zich voor altijd als normaal gezien wordt. En hopen op wat dat betreft op best wel een leuke toekomst dan, denk ik, dat we met z'n allen dat toch wel kunnen doen. Ja. Harmonie, ja. Meer een harmonieuze manier. De inclusiviteit, de diversiteit. Omarmen. Ja, celebration. Ja, want kijk... Kort en krachtig. Er is heel veel in de geschiedenis gebeurd. Nog steeds gebeurt het op een moderne manier. Mm-hmm. Maar we moeten naar de toekomst kijken. We moeten naar nieuwe verhalen gaan vertellen. Nieuwe gevoelens naar buiten laten komen. Laten drijven. Laten gaan. En onszelf expresseren. Hoe we voelen. En met een andere blik naar kunst en naar identiteit gaan kijken. Ja, het is ook een beetje een heropvoeding. Ik denk dat daar ook heel veel kracht uit komt. Waar zit het heropvoeden dan in? Nou ja, ik bedoel, wij bijvoorbeeld ook vanuit Arabaans of Nederlandse onderwijs op Aruba weten heel veel van Nederland. En ik heb het gevoel dat Nederlanders weinig van de eilanden weten. Ja. Mijn oma, die was, toen ze gedementeerd werd, zong ze Wilhelmus uit op volle borst. Dat zit heel diep geworteld. Ankerd, ja. En ik denk juist dat als wij inderdaad, als je een beetje verdiept in je eigen geschiedenis, je hoeft ook niet zo lang op in te gaan, dat je wel dichter bij elkaar komt. Mm. En dat is toch een beetje een heropvoeding, want het is een beetje een zoektocht. Wil ik erbij zeggen? Ik heb dit gevoeld, ik heb dit ook meegemaakt. Ik denk dat heeft te maken met de spirituele crisis. De spirituele crisis is voor ons, voor de mens, een heel belangrijk aspect van onze ancestors, van onze voorouders, van onze mensen, van onze families, van onze ouders, die we eigenlijk niet...
hebben gekend, die we niet, we weren't connected. En ik voel dat dat een van de redenen is waarom wij zo, waarom de mens zo moeilijk is. Waarom wij zoveel nadenken, of waarom er zoveel psychische problemen, zoveel haat, zoveel van onszelf niet weten. En als we dat kunnen gaan onderzoeken voor onszelf, iedereen voor hunzelf, kunnen we naar elkaar toe komen. Het is een soort, in de performance van het Textielmuseum, de opening, heb ik een meditatie, een ritueel gepresenteerd. En die bestaat al ook heel lang, die heet Ho'oponopono. Ho'oponopono, van de Hawaïaanse inheemse. En het heet, please forgive me, I love you, I thank you, and sorry, please forgive me, I'm sorry, I love you and I thank you. Het is een heel mooie manier om je ziel, je bloed, je voorouders, je mensen, jezelf te vergeven. En zodat je meer, zodat je naar de toekomst kan kijken. Zodat we, we zoeken altijd naar de internal peace, naar die balans en zo. Maar het gaat dieper. En ja, niemand weet eigenlijk. You don't really, really know what's in there. En waarom je het zo voelt. En waarom zoveel oorlog en mensen zo hatelijk, zo prejudiced, zo judgmental. You know? So, ik denk dat we naar binnen naar buiten, van binnen naar buiten moeten. Niet van buiten naar binnen alles. Ja, je wordt overprikkeld. Maar we have to listen to the voice inside. Dat is ook een beetje het disbalans met de rationaliteit. Yeah. Van waar we een beetje het westerse samenleving mee te maken heeft. Dat die disconnect. De rand van de jurk, van de hangmandjurk, hebben we geschreven. E alma ta desea di papia kumi. De ziel wenst met mij te spreken. Ja. Aan de andere kant staat ook dansend ten onder gaan. Feestend ten onder. Feestend ten onder gaan. Ja. En dus abotami amitabo. Ja, jij ben ik. Ik ga het heel hard onderbreken, want we hebben ook een AT5 en dat is dan met heel rationeel, moet 45 minuten. Dus ik ga hem even afsluiten voor de camera, maar na de zomer gaan we weer verder. Dus als je een keer erbij wil zijn, want dan kun je dus langer naar het gesprek luisteren, dan kan dat. En ik wil nog even zeggen dat jullie expositie tot 1 oktober, zeg ik zo goed, in het Textielmuseum te zien is. 3, 2, nou, begin oktober. Alvast even een applausje, dank u wel voor het kijken. Dank je wel. Dank je wel. En ik had één vraag die ik nog echt in mijn hoofd had.